gaan eerst naar het theater, voor zover als dat kan natuurlijk ook. Jolanda Boerhoff van Theater Agora in Lelystad. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jolanda. Hoe is het met jou na de persconferentie van dinsdag? Je ziet natuurlijk dingen al deels aankomen. En je hebt ook weer deel het gevoel van je gaat weer helemaal terug naar maart, april. We waren natuurlijk net weer vol energie bezig met heel veel beperkingen, heel veel maatregelen. Maar wel weer lekker de magie van het theater brengen naar de mensen. En ja, daar komt nu heel begrijpelijk. Het gaat een vrij grote streep door dat we weer teruggaan naar 30 mensen. Ja. En als Agora hebben wij besloten dat we in ieder geval voor de komende 2 weken sowieso de voorstellingen proberen te laten doorgaan. Daarvoor hebben we ook hele intensieve gesprekken gehad met alle impresariaten en de artiesten. En een aantal voorstellingen is het niet voor gelukt, voor een aantal wel. Dus gelukkig hebben we bijvoorbeeld dit weekend nog 3 voorstellingen staan. Hele mooie voorstellingen waarvan we ook al allemaal contact met alle mensen al hebben gehad die kaarten hadden gekocht. Ja. En vrijwel iedereen gaf eigenlijk aan dat ze ook gewoon wilden komen. We hebben dingen aangepast. We hebben sommige voorstellingen hebben we 2 voorstellingen van gemaakt. Dus artiesten spelen hem 2 keer. Ja. Zodat iedereen er wel in kon. En leven we eigenlijk heel erg met de dag. En passen we ons aan de wijzigende omstandigheden. Ja. Wat je zegt, we hebben contact gehad met impresariaten, met acteurs, weet ik het allemaal. Mensen die bij jullie zouden staan. Wat is dan de reden dat sommigen zeggen, ja, dat doen we wel en anderen niet? Is dan voor sommige voorstellen kan 30 gewoon niet uit en bij anderen is dat dan wel te doen? Is dat een beetje de reden? Financiële afhandeling is altijd een belangrijk argument. Er zijn veel huishoudens afhankelijk van het wel of niet doorgaan van een tournee. Maar ja, je kan ook niet iets helemaal voor niks doen. Dus financiën is best wel een belangrijke component. Ja, maar het gaat er ook om of mensen nog fit genoeg zijn. Sommige gevallen hebben ook producties te maken met dat een aantal mensen ziek worden. Of vanwege veiligheidsmaatregelen tijdelijk even niet mogen werken. Ja, dan ligt dat stil. Dat heeft grote consequenties waardoor ze niet kunnen komen. Ja, De voorstelling van vanavond bijvoorbeeld, Een Leven Samen, die van 19:30 die was al uitverkocht. Voor de tweede voorstelling 19:30 zijn er wel kaarten. Gaat die wel door met Alfred van der Heuvel en Doris Baten? Jazeker, ja. Okay. Ze zijn er nog niet, maar het gaat ook niet heel lang meer duren. Dan zijn ze daadwerkelijk al in Agora. En we hebben met hun gesproken en die zijn heel erg blij dat ze bij ons nog de kans krijgen om op te treden. Omdat ook heel veel theaters besluiten om het gewoon niet te doen. Dus ook alle acteurs waren nog ontzettend blij dat ze nog wel de kans krijgen om deze hele mooie productie te spelen. Ja. En nogmaals, we hebben contact gehad met de mensen die kaarten hebben gekocht. En de mensen willen ook nog heel erg graag komen. Ja. En we hebben nu wel speciaal, dus dat maakt het nog bijspreken nog wel bijzonder. We hebben nu een hele mooie clubsetting in de Van Wijnenzaal. Dat is onze kleine zaal. En daar hebben we met stoeltjes en zitjes. Dus dat is eigenlijk gewoon ontzettend gezellige sfeer hebben we daar gecreëerd. Oké, het wordt bijna een soort van privé voorstelling dan, hè? Ja. Nou ja, bijna wel. Je staat je zit heel dicht op de acteurs. Normaal gesproken zouden ze op het podium van de grote zaal hebben gestaan. Ja. Nu staan ze in de kleine zaal. Je staat op het gelijke niveau als de acteurs. En ja, je proeft nog sterker die emotie en helemaal van dit soort voorstellingen. Ja. Ja, het is bijna gewoon een uniek privé optreden. Wat dan, als je dan binnen alle narigheid van alle beperkingen dan ook nog een soort randje wilt zien. Ja, dit geeft je als publiek een uniek kijkje in hoe fenomenaal deze acteurs zijn en hoe je die voorstelling in wordt gezogen. Ja. Dus ja. Het is raar om te zeggen, maar het wordt er bijna mooier door. Het wordt heel intens. En dat je merkt bij iedereen dat de beleving veel harder binnenkomt. En dat mensen daardoor veel meer geraakt worden. Ja, en dat maakt het eigenlijk mooier. Ja, oké. Okay. Andere voorstellingen die bij jullie doorgaan. Welke zijn dat? Janneke de Bijl, aanstaande zaterdag. Maar die is helemaal uitverkocht. Voor vanavond zijn er nog 2 kaarten voor de laatste voorstelling. Van 19:30. Dus we kunnen nog 2 mensen een heel uniek plekje geven. Mm-hmm. Janneke is helemaal uitverkocht. Die treedt ook meerdere keren op. Maar dat is allemaal geregeld met de mensen die al een kaart hadden gekocht. Ja. En dan hebben we ook de Dribbel mini-show. Ah, die leuke hond. De hele kleintjes, 2 plussers.
Ja, die komen ook gewoon gezellig langs. En ja, we waren al dikkie dik. En nu hebben we het hondje. Dus dat gaat ook heerlijk door. En van volgende week vrijdag, Paul Hanen is bijvoorbeeld een voorstelling die is komen te vervallen. Oh. Daar hebben we ook nog geen alternatieve datum voor. Maar daar gaan we ook gewoon met mensen over communiceren, hoe en wat. En nou, bijvoorbeeld organisatie Oude Muziek, Il Dolce Conforto. Een, ja, een prachtig klassiek concert. Die gaat in principe door. Alleen daar zitten heel veel muzikanten in die uit heel Europa komen. Dus de organisatie Oude Muziek uit Utrecht heeft daarin heel sterk te maken met alle reisbeperkingen die wellicht aan de artiesten worden opgelegd. Mm-hmm. En dus dat kan nog betekenen dat bijvoorbeeld dat concert alsnog komt te vervallen. Omdat de spelers niet uit Frankrijk of Duitsland of Engeland mogen komen. Ja, begrijpelijk. Dat is het overzicht. Voor het complete overzicht moet je mij even kijken. Hebben jullie op de website agora-lelystad.nl. Jolande Boerhoff, dank je wel voor de informatie. Wat wou je nog zeggen? Ja, ik wou nog zeggen, we hebben ook een specifieke coronapagina waar ook alle laatste update over corona en ook de consequenties voor de voorstellingen staat. Dus als je naar het tabblad over corona gaat, zie je daar ook de meest actuele informatie. Helemaal goed. Dank je wel, Jolanda. En succes.